wat zijn de drie woordjes voor vanavond? Verliefd, prinses en te werk. Mama, ik veroordeel onze dochter tot de kitteldood. Prikas, geest, prikas. Minelda. We hebben geen goed nieuws. Dat is nog maar een jaar. Jij fixt alles. Altijd. Het gaat niet bestaan. We gaan het toverdrankje vinden. Sandra Massaar, een meisje van 7, leidt aan een zeldzame ziekte. Er bestaat nogthans een medicijn dat haar zou kunnen helpen, maar dat is vreselijk duur. 45.000 euro per maand. En zoveel hebben haar ouders niet. I have great news. We have the money to start the treatment. I'm sorry, but Sandra does not meet the inclusion criteria to participate in the clinical trial. Meneer Massaar, met alle respect, maar uw verhaal klopt niet. Bij de firma Schadler heeft men mij bevestigd dat het medicijn helemaal niet te koop is. McKenny, mogen de hoofdwerp geven? Every new treatment will always be too late, Sandra. Cassandra? Is dat uw stem? It's a matter of life and death, literally. Save Sandra! Het gaat niet bestaan. David versus Goliath. Father of a sick child against a big, bad pharmaceutical giant. They are already selling metoxim everywhere. Why should I make an exemption for Belgium? Geld verdienen op de kap van muziek, kind, dat is toch gewoon een waansmaak? Wat is het volgende met de redden? En dan weet het maar over. We noemen dat therapeutische hardnekkigheid. Per se willen geloven in een behandeling. Maar alles is...